en onze boeren kunnen nu met steun van de overheid hun bedrijf verhuizen uit de buurt van kwetsbare natuur. Naar een ander deel van Nederland of bijvoorbeeld gewoon een ander deel van de Europese Unie. De Europese Commissie heeft namelijk vandaag toestemming gegeven voor een speciale subsidie daarvoor. 105 miljoen euro komt er in de pot. Daar praten we over verder met onze politiek en onderzoeksjournalist Lydia van Rooyen, die vooral ook het platteland goed volgt. Lydia, goedemiddag. Hoi, goedemiddag, zeker. Ja, boeren kunnen nu al stoppen met subsidie, maar ze kunnen nu dus ook verhuizen met subsidie. Maar wat moet je dan doen als boer? Ja, dit is een subsidie die eigenlijk voor dezelfde groep is als de meest aantrekkelijke subsidieregeling die we al hadden. Maar de wens was eigenlijk heel sterk om boeren de keuze te geven van, dat ze dus kunnen stoppen, maar ook dat ze kunnen verplaatsen of dat ze hun bedrijf kunnen veranderen. En verplaatsen, verhuizen. Die mogelijkheid is nu dus open. Of die wordt binnenkort opengesteld, want de Europese Commissie die heeft hem goedgekeurd. Ja, geldt dan niet voor alle boeren, maar bij kleine middelboeren, toch? Of, Ja, het is eigenlijk gewoon dezelfde groep van 3000 boeren die het stempeltje piekbelaster hebben gekregen. Van het vorige, van minister Van der Wal, die dit nog opgesteld heeft. Maar volgens de Europese definitie van kleine, middelgrote boeren, daar vallen eigenlijk alle Nederlandse bedrijven onder. Dus als je het hebt over echt de megastallen en dat soort dingen, is alsnog een middelgrote boer. Ja, ligt eraan wat je groot noemt. Er zijn in Duitsland bedrijven met 1000 koeien. Die zie je in Nederland niet zo heel bar veel. Daar heb je eigenlijk amper voor. Hè? Ja, dat is een andere schaal. Maar zitten de boeren erop te wachten? Heb je al wat gehoord? Ja, ik heb ze nog niet gesproken, moet ik heel eerlijk bekennen. Maar het speelt net binnen, hè? Precies. Maar er is zeker, er was al wel animo voor van tevoren. Van boeren die zeggen, ik snap dat ik op deze plek misschien niet door kan. Maar ik wil eigenlijk niet stoppen met boeren. Kan ik niet van bijvoorbeeld in de buurt van de Veluwe naar boven in Friesland of inderdaad emigreren. Dan zeggen ze, dan moet daar ook wel. Want er komt een beetje kosten bij kijken. Ja. Daar wil ik wel hulp van de overheid bij. Want een pot van 105 miljoen klinkt veel, maar boerenbedrijven, dat zijn ook dure bedrijven. Ik denk dat het per bedrijf aardig in de kosten kan lopen, toch? Om te het is even lastig. Als je naar een bedrijf kijkt, ik zat ook te bedenken, hoeveel bedrijven kan je hier nou mee verplaatsen? Ja. Dat is een hele moeilijke vraag. Maar als je alleen een bedrijf koopt, zit je al gauw aan de 2 miljoen. En dat is nog exclusief grond. Ja. Maar is het dan zo dat de overheid eerst het bedrijf van zo'n boer opkoopt? En dat de boer dan met steun van de overheid kan verhuizen om er elders dat bedrijf opnieuw... Nee, in dit geval is er geen opkoop. Nee. Het zijn twee gescheiden dingen. Je kan eventueel ook verkopen aan iemand anders die dan zegt, ik wil op jouw plek, wil ik wel in plaats van vee houden, kan ik akkerbouw doen bijvoorbeeld. Maar dan heb je dus wel de kosten voor en het bedrijf afbreken. Want de stallen en zo moeten daar wel weg. Maar ook de bouw van de nieuwe locatie, die zou dan door deze subsidie gedekt moeten worden. En als je dan bij zo'n nieuwe locatie bijvoorbeeld direct wil innoveren, dat het allemaal nog minder stikstof en dat soort zaken zit, dat er dan ook bij in? Of vraag ik niet te veel? Hele goede vraag. Zo gedetailleerd is hij ook nog allemaal niet. Hij moet nog helemaal uitgewerkt worden door de nieuwe landbouwminister, door mevrouw Wiersma. Dus ik neem aan dat zij allemaal over dat soort details gaat nadenken. Ja, is dit nou trouwens gekomen doordat er met de vuist op tafel geslagen is in Brussel? Of dit speelde al even? Nee, dit is een lang proces. Het heeft te maken met staatssteunregels uit Brussel. Zo'n verplaatsingsregeling, dat hadden ze in Brussel nog nooit echt gedaan. Dus het is een lekker bureaucratisch proces wat er overheen is. Dit komt niet door mevrouw Van der Plas. Dit is een erfenisje van mevrouw Van der Wal, denk ik. Dank, politiek en onderzoeksjournalist van BNR, Lydia van Rooyen.